Borrelt jouw verwarming? Of wordt deze niet goed warm? Dan kan het zijn dat er te veel lucht in zit. Voorkom storingen en ontlucht je radiator. Draai alle radiatoren helemaal open en zet de thermostaat ongeveer 10 minuten op een hoge stand. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact. Wacht 10 minuten totdat deze is afgekoeld. Ontlucht één voor één alle radiatoren. Dit doe je aan de bovenkant van de radiator met een ontluchtingssleutel. Heeft je huis meerdere verdiepingen? Begin dan beneden. Houd een doekje bij de hand. Er kan zwart water uitkomen. Draai vervolgens met de sleutel het kraantje dicht. Ga de radiatoren één voor één langs om te ontluchten. Steek de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact en wacht totdat de cv-ketel is opgestart. Controleer nu of na het ontluchten de radiatoren goed warm worden. Zet hiervoor de thermostaat weer op een hoge stand, zodat de ketel aangaat. Zat er veel lucht in de radiatoren? Controleer dan de waterdruk van de cv-ketel en vul waar nodig bij.